zal zweven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep de piep, hoera! Hiep de piep, hoera! Hiep de piep, hoera! Mocht ze uitblazen? Ja! Ja, ja, vliegt bijna alles uit. Als we nu nog in China waren en niet geadopteerd, dan zouden wij nu op straat misschien staan en dan zouden we ook geen cadeautjes krijgen pas weer nog. En ook geen taart hebben gebakken. Ik ben Sisi en ik ben net 15 jaar oud geworden. Ik ben Wallan en ik ben ook net 15 jaar oud geworden. En we zijn één eigen tweeling. We lijken best wel veel op elkaar. Alleen, dat vinden mensen, maar wij vinden dat zelf niet. Maar als we zelf een andere tweeling zien, dan denken we van... Wow, dat is precies hetzelfde. Ja. We woonden eerst 3 jaar in een Chinese weeshuis. En toen hadden onze ouders, niet-biologische ouders, ons geadopteerd. Ja. Sommige mensen die vragen aan ons of die nou onze echte biologische ouders zijn of... Onze adoptieouders, maar ik noem voor mij voelen ze gewoon als biologische ouders. Maar ja. Dus, dat zijn ze niet, maar zo voelt het wel. Dus. Ja. Vertel nog eens een leuke mop. Nou. En ze zijn ook heel erg lief. Ja. Ja. Het is toch zo? Ja, gewoon. We zijn slechthorend en dat wisten ze in China nog niet. Dat hadden ze in China niet in de gaten. En daarom hebben we later leren praten, pas toen we 3 jaar oud waren.